Hallo dames en heren, mijn naam is Dries van Hooland en welkom op mijn YouTube-channel Belgium Comics, het kanaal waar je moet zijn als je fan bent van comics, science fiction en natuurlijk superhelden. Nu, vandaag noemen we iets een beetje anders, maar comics, dat betekent eigenlijk strips. En vandaag gaan we een stripboek bespreken uit een Vlaamse reeks. Maar een van mijn favoriete albums uit die reeks... En ik las die reeks vaak toen ik een kind was. Nu, ik heb het over de stripreeks van FC De Kampioenen. Ja, eerst ga ik jullie een introductie geven in deze video van wie dat De Kampioenen zijn, voor wie al niet met ze bekend is. En daarna ga ik de basic plot geven van mijn favoriete album. En daarna krijgen jullie hem te horen waarom dat dit mijn favoriete album is. Goed, dus voor wie zich afvraagt wie zijn FC De Kampioenen, alhoewel ik denk dat de meeste mensen die het kijken wel zullen weten wie ze zijn. FC De Kampioenen is een stripreeks gebaseerd op de gelijknamige tv-show over een voetbalploeg die hem zichzelf De Kampioenen noemt, maar ironisch genoeg elke match verliest. Dat is eigenlijk de basic plot van De Kampioenen zelf. En mijn favoriete album van FC De Kampioenen is Tournee Générale. Nu, we gaan nu door de plot van dit specifieke album. Dus mijn favoriete album van FC De Kampioenen is, Tournee Générale. Het plot gaat als volgt. Wanneer Doortje een brief ontvangt van haar tante... Van haar tante die gravin is, staat er dat ze haar einde voelt naderen en haar erfenis aan Doortje overlaat. Doortje kent haar tante amper en is hier verbaasd over, dus gaat ze naar haar tante bezoeken met haar man Paul, de trainer van de voetbalploeg FC De Kampioenen. De gravin onthult aan Doortje en Paul dat ze dreigementen krijgt en dat ze verschillende mensen verdenkt, waaronder neef Herman, Olga haar verpleegster en haar butler. Omdat er die avond een ploegvergadering zou plaatsvinden en omdat Doortje en haar tante niet alleen wil laten, nodigt Paul De Kampioenen uit bij de gravin. Maar dan wordt de gravin vermoord. En de politie ziet iedereen als verdachte. Uiteindelijk begint een van De Kampioenen, Markske, te beweren dat de gravin niet echt vermoord is en dat dit waarschijnlijk een scène is gezet voor het, naar het scenario van een Agatha Christie-boek. Wat belachelijk klinkt totdat ze het ook zo blijkt te zijn. De gravin was een enorme fan van dit soort boeken. En het was een test om van het kasteel een moordmysterie-attractie te maken. Goed, dat was dus mijn favoriete FC De Kampioenen-album, Tournee Générale. Het is nummer 9, voor wie het wil weten uit de reeks. En waarom dit mijn favoriete album is? Het is eigenlijk de cover en de donkerdere ondertoon van het verhaal. Ik bedoel... Het is donkerder, het heeft een donkerdere ondertoon dan de andere kampioenenstrips. En ik hou van deze cover. Ik bedoel, het roept zoveel vragen op die in het verhaal beantwoord worden. Nu, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te liken en te subscriben. En tot de volgende.